Dit is het eerste mailtje aan de gemeente met mijn idee en met mijn plan erin. Eindelijk is het nu zover. De feestelijke opening van het Huis van de Buurt. Het moet een plek worden waar ouderen en jongeren de kans krijgen om samen te komen om elkaar zo beter te leren begrijpen. We gaan koffieochtenden bieden, dat is voor de ouderen. Nou, de jongeren kunnen natuurlijk ook komen als ze vakantie hebben. Jongeren en oud ontmoeten elkaar. Voor de kinderen, voor de jongeren hebben we woensdagmiddag en vrijdagmiddag hebben we activiteiten. En 's avonds is er 2 avonden activiteiten voor de bewoners. Stengs zette het project zelfstandig op, maar de gemeente juicht het wel van harte toe. Er staat op, veel succes, aangeboden door het college van burgemeester en wethouders. Nou, heel mooi. Super. Het hele pand hangt vol met spreuken en wijsheden die Stengs op de doelgroep wil overbrengen. Volgens hem heel belangrijk in deze buurt. Heel veel politie, ook heel veel criminaliteit, drank, drugs. Heel veel huisuitzettingen. Dat is eigenlijk ook het idee hierachter. Hè? Want daarom is het ook ontstaan. We hadden veel te veel huisuitzettingen. Waar veel te veel kleine kinderen bij betrokken zijn. En dat is niet goed voor die kinderen. Ik denk dat het heel goed is voor de diverse culturen die hier dus op dit moment wonen en leven. En we weten nu inmiddels ook hoe het politiek toegaat. Dan denk ik dat dit een hele goede zaak is.